Oké, goedenavond allemaal. Welkom bij bij de webinar van de KZB. En voor mij de eerste keer dat ik zoiets mag doen. Het is ook heel apart, want ik weet dat er ongeveer 75 man aan het luisteren zijn en aan het kijken zijn naar dit verhaal. Maar ja, ik zie helemaal niemand voor me, dus ik ben letterlijk tegen een beeldscherm aan het praten. Dus dat is apart. Nou, ik heb het een en ander voorbereid voor vanavond en het gaat over exit-strategie. En wat ik daarmee bedoel, daar kom ik zo meteen zeker eventjes uitgebreid op terug. Maar voordat ik ga beginnen, als je vragen hebt, stel ze via de chat. Dan komen ze op een gegeven moment bij mij binnen. En stel dat er veel vragen zijn waar ik niet aan toe kom vanavond. Dan gaan we die verzamelen en dan ga ik zeker mijn best doen om daar later deze week even op terug te komen. Hetzij via de e-mail of hetzij via een andere webcast of nou ja, dat moeten we maar even bekijken. Dus stel je vragen, kan op elk moment, ook tijdens mijn verhaal. En als ze binnenkomen en ik kan er wat mee, dan neem ik ook gelijk even de tijd om ze te beantwoorden. Nou, ik wil gelijk even van de gelegenheid gebruik te maken om de andere presentatoren van de webinars nog eventjes kort jullie door te verwijzen naar die webinars. Ze zijn erg interessant. Nou, ik ben natuurlijk echt zwemliefhebber, dus ik heb erg genoten van de webinar van Arno Kamminga over de schoolslag. Het was zeer, zeer interessant. Wat ik ook erg leuk vind zijn de podcasts van, ja, een beetje apart woord, maar de podcasts van André Katz. Die kan je ook vinden via de KZB website. Super interessant en gewoon leuk om eens een keer op een andere manier naar mijn collega's te luisteren, wat ze te vertellen hebben en ook zeer, zeer leerzaam. Goed, ik wil eigenlijk door met het stukje waar ik wat over ga roepen vandaag. En dat is de exit-strategie. En ja, we zitten inmiddels volgens mij in week 6 van wat wij in Nederland noemen de intelligente lockdown. Ik ben wel een beetje de tel kwijt, dus het kan ook week 7 zijn of week 5. Ik heb er in ieder geval schoon genoeg van, want ik mis het dagelijks training geven enorm. En nou, ik denk dat er heel veel collega's van mij op dezelfde manier instaan. En ongetwijfeld ook heel veel zwemmers die er op dezelfde manier instaan. Maar goed, het is niet anders. We weten ook waarom we dit doen. We weten ook waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we dit doen. Neem niet weg dat het ook wel een hoop impact heeft op ons allemaal. Wat we horen de laatste week, laatste weken vanuit de regering is veel het woord exit-strategie. En hoe gaan we nou van deze situatie waar we in zitten met elkaar, met z'n allen, terug naar nou ja, gewoon de situatie die we kennen? Nou, daar zijn heel veel, daar wordt best wel het een en ander over geroepen. En de komende weken wordt daar ongetwijfeld heel veel over duidelijk. En hier en daar wordt al gesproken over de anderhalve meter economie. Het nieuwe normaal zijn termen die ik hoor. En dan hebben ze het vaak over dat we ook nog lang te maken hebben met de anderhalve meter afstand die we met z'n allen moeten houden van elkaar. Daar gaan we mee te maken krijgen in de toekomst. Nou, wat is dit vandaag niet? Waar ik het niet over heb zometeen. Het wordt geen speculatie over de toekomstige situatie in het zwembad. Hoe dat eruit gaat zien. Hoe loopt dan een training met anderhalve meter afstand? Het wordt ook geen speculatie over wanneer dat gaat zijn. Ik heb geen enkele informatie voor jullie. Ik kan helemaal niks zeggen. Ik zeg 1 juni is het weer zover. Ik zou heel graag willen dat ik dat kon, maar dat is niet aan mij. En daarvoor zijn wij gewoon afhankelijk van het RIVM en de adviezen die zij geven. En volgens mij moeten we daar ook heel goed op letten en mee bezig zijn. Goed, dus ik heb gezegd, ik heb uitgelegd wat het vanavond niet gaat zijn. Wat gaat het wel zijn? Ik denk zelf als coach heel graag in kansen. En
Ja, dat geeft richting aan datgene wat we doen. Maar kansen en ja, daar kun je wat mee, daar kun je plannen voor maken. En dan gaat het over waar staan we nu? Wat leren we ervan, van de situatie waar we nu in zitten? En dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. Hoe gaan we dat vertalen? En wat gaan we doen om het seizoen 2021 een succes te maken? Want je kan zeggen, het nieuwe seizoen begint pas in september. Maar je kan ook zeggen, het nieuwe seizoen begint nu. Want ja, er wordt geen enkele wedstrijd meer gezongen dit jaar, is mijn verwachting. En ik denk dat we deze tijd gewoon moeten gebruiken om ons lekker te gaan voorbereiden op een heel mooi nieuw seizoen. En als we dat nu doen, dan hebben we een super lang seizoen. Alle tijd om een groot succes van te maken. Dus als ik het heb over exit-strategie, wat mij betreft bedoel ik daar vooral dan mee van hoe gaan we nou uit de situatie waar we nu in zitten, hoe gaan we daar onze lessen uit halen, hoe gaan we daar de boel aanpakken om richting seizoen 2021, nou ja, daar weer met z'n allen elkaar in het zwembad te zien en daar een succes van te maken. Dus daar wil ik het graag met jullie over hebben vanavond. Nou, om dat te doen, denk ik dat het zeer belangrijk of zeer goed is om heel even te kijken naar de stand van zaken voor onze supporters. Nou, ik denk dat de meeste van ons in dezelfde situatie zitten. Alle zwembaden zijn in principe gesloten, dus we zitten met z'n allen uit het water. We zitten ook uit de reguliere trainingssetting, hè, want de richtlijnen verbieden dat dat de maximale grootte is 3 personen. Dus je hebt niet echt sprake van een normale trainingssetting of een groepstructuur. Sowieso is dat ook niet de bedoeling. We zwemmen ook geen wedstrijden met elkaar. Ja, en onze dagelijkse invulling ziet er heel anders uit als dat we voorheen deden. Ik weet niet hoe het met jullie allemaal is, maar ik moet echt wennen om een soort van ritme te vinden. Ik vind dat best heel moeilijk. Ik merk ook wel dat je bent zo gedomineerd, je leven is zo gedomineerd door dat wedstrijdschema. Altijd overleggen thuis van hoe ik moet weer naar een trainingskamp of moet weer naar een wedstrijd toe. Ja, en nu ben ik eigenlijk de hele dag thuis en ben ik vooral druk met, nou ja, overdag met het contact met de sporters, plannen maken voor de toekomst, maar vooral ook om 's avonds gewoon een lekkere maaltijd op tafel te krijgen. Dat is echt even anders dan dat ik gewend was. En dat zien we eigenlijk bij de sporters ook wel terug. Hè. Een aantal hebben nog school en dat is dan online. Nou, ik zie bij mijn eigen dochter van 15 dat het online gebeuren is er wel, maar 2 uur school op een dag is voor mijn dochter het maximale. Dus ik vraag me ook wel soms een beetje af of dat allemaal wel goed gaat komen. Maar goed, ze haalt allemaal goede punten op school, dus dat komt allemaal wel goed. Ik zie ook veel mensen die niks doen. En ik zie ook veel mensen die alle andere ja, dagelijkse dingen, hobby's vinden om een beetje op te gaan pakken. Maar goed, ik wil het een klein beetje technischer gaan maken. Een aantal van deze dingen kom ik dadelijk ook nog wel eventjes op terug. Ik wil vooral ook even kijken van, als je kijkt wat is de stand van zaken en waar staan we nu? En als je eigenlijk wil weten wat je ervan kan leren. Ja, dan is het ook eens even goed om te kijken nu naar, wat zijn dan nu de gevolgen voor onze sporters? En dan zijn er een aantal, en je kan heel veel punten opschrijven, hè, maar ik heb me toch een klein beetje beperkt tot een aantal zaken waar ik wel, waar ik me wel een klein beetje zorgen over maak. Nou, en sommige die kan je wel goed aanpakken, maar ook heel veel punten is gewoon heel lastig om aan te pakken. En het eerste is eigenlijk misschien wel het belangrijkste puntje, dat de conditie. En het is natuurlijk een heel algemene term, conditie. Daar kan je van alles onder verstaan. Maar onze sporters zijn inmiddels 6 weken uit het water.
En als er gebeurt van allerlei, als we trainen, gebeuren er altijd allerlei aanpassingen in het lichaam. Want van trainen word je uiteindelijk beter. Ja, is het dan ook zo van het feit dat we nu niet in het water liggen, dat we slechter worden? Ja, dat is nog maar de vraag. We weten het niet. We hebben geen meetmomenten op dit moment. Ik denk wel. Ik denk het wel. Ik denk dat we op conditioneel gebied veel inleveren. En met name waar ik me het meeste zorgen over maak, is de zwemspecifieke conditie. Ja, als je zwemt, en met name als je duuropdrachten doet, dan vinden rondom de gebruikte spiergroepen in je armen, in je borst, in je rug, allerlei aanpassingsprocessen plaats. En één daarvan is dat er allemaal kleine haarvaatjes komen rondom de spiergroepen die je gebruikt. En die zorgen ervoor dat zuurstof vanuit het bloed in de spiergroepen opgenomen kan worden. En juist dat principe is super belangrijk voor je specifieke zwemconditie. Ja, en dat op dit moment doen we niet. Dus dat gaan onze sporters ook verliezen. En daar kunnen we ook wel even tijd voor nodig hebben om dat weer terug te vinden. Ik kom dadelijk ook nog wel even terug op het onderwerp conditie. Want er zitten ook wel kansen. Maar wat betreft het zwemspecifieke stukje mis ik daar, maak ik me daar echt wel een beetje zorgen over. Het tweede stukje, de technische uitvoering. Ik luisterde vandaag naar de podcast van André Katz, die hij gemaakt had met Edwin Jongejans, mijn collega van het schoonspringen. En die had het over plankgevoel. En dat vond ik wel mooi, want zo realiseer je ook weer dat elke sport heeft zijn eigen specifieke gevoel. Bij het schoonspringen is het dus het plankgevoel. Nou, bij het schaatsen weet ik dat het gevoel voor het ijs heel belangrijk is. En bij ons bij het zwemmen is watergevoel super belangrijk. En watergevoel is ook, ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Maar als ik zelf in het water lig en ik zwem, ja, dan merk ik dat ik kan gewoon bijna alles doen met het water. Hè. Ik kan elke beweging die iemand van mij vraagt, kan ik die bijna direct toepassen in het water. Ik kan heel veel stuwing genereren in het water. En hoe ik dat dan precies doe, ja, daar kan ik eigenlijk heel, ja, dat is er. En dat zie ik bij heel veel zwemmers ook. Hè. Dus dat natuurlijke stukje gevoel voor het water, ja, dat is bijna niet beschrijven van wat dat nou precies is, maar zwemmers hebben dat wel. Nou, ik weet ook dat als je niet het water ingaat, dat je dat toch beetje voor beetje een beetje kwijtraakt. Dus ook dat is iets waar we dadelijk veel tijd voor nodig hebben om het weer goed op te pakken. Nou, het volgende punt waar ik me wel een beetje zorgen over maak, is het onderwerp kracht. En je ziet toch wel dat je kan van alles doen op dit moment met kracht, zeker buiten het zwembad en buiten de krachtzaal. Maar veel van ons, veel sporters, we hebben ook wel wat serieuze krachttraining, ook bij clubs. Ja, en dat soort krachttraining kan op dit moment niet. En tot slot, het punt waar ik me eigenlijk wel een beetje, als je het hebt over gevolgen, waar ik me een beetje zorgen over maak, is de mentale component. En dan, we zwemmen geen races. Dat zijn toch echt wel specifieke vaardigheden waar we nu geen tijd aan besteden. We missen de binding met de club of met het trainingsgevoel. Ja, ook dat zijn wel dingen waar ik me een beetje zorgen over maak. Hè. Zwemmers kunnen best wel eens in een situatie komen nu van met gedachten, waar doe ik dit allemaal voor? En wat is er zo leuk aan zwemmen? Dus ik vind dat wel echt een zorgwekkend punt. Ik hoop ook daarom dat we snel weer die groepscultuur die wij toch een beetje hebben in Nederland, dat we dat weer met elkaar kunnen oppakken. Dus dat. Dat zijn de belangrijkste gevolgen. Ik heb voor mezelf een aantal kansen benoemd waarvan ik denk, hier kunnen we echt in deze fase, hier kunnen we wel wat mee. En hier kan je misschien nu het verschil maken om dadelijk, als we met elkaar weer gaan opstarten, dat we ook echt daar stappen in kunnen maken. En een van die dingen waar ik een kans zie, is het onderwerp team. Nou, deze foto is inmiddels een jaar of twee oud, misschien al wel drie. De tijd gaat super snel.
Wij waren op trainingstage met de nationale ploeg of met het hele High Performance Center uit Amsterdam en Eindhoven in Oman. En ergens in die stage hebben we deze foto gemaakt. Ja, ik ben echt benieuwd of dat überhaupt nog kan in de toekomst. Hè. Kan je zo met je team reizen? Kan je naar het buitenland? Of moeten we dan eerst 2 weken in quarantaine en kunnen we dan pas ergens heen? Ik heb eigenlijk geen idee. Dat gaan we zien. Dat zal de toekomst ons leren. Maar waar het wel over gaat is op dit moment. Ik denk dat we... je kan investeren in je team. Investeer in je team. Neem de tijd om je team, als het kan, wekelijks even bij elkaar te houden. En dan heb je allerlei mogelijkheden toe. Ik heb er 2 in het scherm gezet. De ene, dat is de app Zoom. En via Microsoft Teams kan je ook heel makkelijk met je groep eventjes een afspraak maken. En het is superleuk. Het is wel even wennen. En de eerste keer dat we dat deden, en eigenlijk de tweede keer ook wel, werd het een echt wel een soort van monotone voordracht vanuit mij naar mijn team toe. Dus je moet weer andere vaardigheden als coach inbrengen om daar iets van te maken. Ja, en ik vind dan heel leuk dat je, iedereen heeft er toch behoefte aan, hè, want iedereen zit dan om 8 uur 's avonds bij elkaar en dan zitten we een half uurtje, spreken we elkaar. En je ziet ook mensen die dan echt ook met feedback naar mij toe komen. En die zeggen, ja, je moet misschien een paar vragen stellen aan het begin. Want dan breek je een beetje het ijs. Want nu zitten we allemaal heel aandachtig naar jou te luisteren. Nu zit je allemaal heel aandachtig naar jou te luisteren. En dan missen we eigenlijk de interactie. Dus je moet ook wel weer daar een andere manier van werken in vinden met je sporters. Dus het is voor jezelf als coach een uitdaging, vind ik. Maar het is ook mooi om je team een beetje bij elkaar te brengen. En het brengt weer een andere dynamiek. Hè? Want normaal als je bij elkaar bent dan en er wordt iets gezegd, dan meestal als er één iets zegt, dan luistert de ander. Maar nu, doordat je allemaal door elkaar gaat, moet je toch weer op een andere manier een balans met elkaar vinden. Nou, ik denk dat het ook een tijd is waarin je eigenlijk, als je het hebt over investeren in je team, zoek veel individueel contact met die sporters. Nou, ook zij hebben, ook zij zitten in een lastige situatie. Ze zijn heel hard aan het werken aan hun droom, wat die droom dan ook is. En dan gaat het over wat die droom ook is, maar die is weg. Voor een groot deel van mijn sporters was het droom die kwalificatie voor de Olympische Spelen en die Olympische Spelen zelf. Nou ja, dat is een jaar opgeschoven. Maar ja, dat doet wel wat met mensen. Dus investeer in je team. Praat met ze. Zoek contact met ze. Maak een groepsapp aan. En de meeste clubs hebben dat al wel. Maar gebruik dat ook om de dingen te delen. En spreek af met elkaar online. Dan blijf je investeren in je team. En als je daar het groene licht hebt om te gaan, Dan kun je ook weer echt even gas geven. Want je moet, we moeten daar stappen maken met elkaar. En de tijd om daarin te investeren is nu, denk ik. Maak je team sterker. Er kwam net een vraag binnen. Dat ging over over zwemmen. En het gaat over techniek en watergevoel. En de vraag was, denk je dat zwemmen in een opblaasbadje met elastiek helpt voor techniek en gevoel? Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. We hebben ook op Instagram gezien dat Sharon van Rouwendaal dit in Frankrijk doet. En ongetwijfeld zijn er nog wel meer zwemmers die dat soort dingen doen. Ik denk het wel. Ik denk dat zwemmen met name ook, ik denk dat het voor het conditionele aspect helpt. En met name, en dan ben ik misschien wel een beetje een zeur, maar die kleine haarvaatjes die zorgen voor dat je zwemconditie rondom die gebruikte zwemspieren goed op peil houdt. Ik denk dat het daarvoor belangrijk is. Ik denk dat je sowieso de motoriek prima kan doen aan een elastiek. Wij gebruiken dat ook normaal gesproken in de training wel als techniekopdrachten. Dus daar geloof ik ook wel in. En watergevoel.
Ik heb ook wel mensen die dat een paar keer hebben gedaan en die ook wel aangeven van ja, het helpt me echt om een beetje dat watergevoel vast te houden. Dus ik denk dat dat heel individueel is en wat voor de een daarin werkt, hoeft voor de andere niet te werken. Maar ja, ik denk dat het goed is dat we elke mogelijkheid die er is om te kunnen zwemmen, om dat te doen. Ik zie meer kansen. Ik ga eventjes terug. Creëer een doel. Ik denk dat dat super belangrijk is voor je team, voor je sporters, maar ook voor jezelf. En zet ergens een soort van doel op de horizon waar mensen naar uit kunnen kijken. Wat een soort een mooie vuurtoren is die richting geeft aan je hele proces. En dat is super moeilijk, want we weten nog zo weinig. En wij zijn ook, als ik kijk naar mijn eigen groep, het HPC in Eindhoven, zijn we ook heel erg in afwachting. Welke wedstrijden gaan uiteindelijk niet door, welke gaan wel door. Wat is dadelijk de data waarop alle grote toernooien gaan plaatsvinden? Wat zijn dadelijk de reisbeperkingen? Maar goed, je kan je heel erg richten op wat je niet weet, maar je kan je ook richten op datgene wat je wel weet. En een van de dingen waar ik mijn sporters op voorbereid heb, is dat we gaan doortrainen deze zomer. Ik ga ervan uit dat we ergens deze zomer weer het water ingaan. En ik hoop dat het ergens in de maand juni is. En hoe eerder, hoe beter. Maar ik weet wel dat als we eenmaal weer terug het water inkomen, dan gaan we beginnen. Dan gaan we rustig opbouwen. En dan gaan we een zomerprogramma draaien. Want je kan niet op vakantie deze zomer. Zeker niet in het buitenland. Van alle kanten wordt ons dat verteld. Dus laten we die tijd dan alsjeblieft gebruiken om datgene wat we nu niet kunnen doen, om daar weer een beetje van terug te winnen. En gewoon een lekkere zomer door te trainen. En hoe leuker je dat maakt en hoe interessanter je dat maakt voor zo'n groep, dan hebben ze ook daar iets om naar uit te kijken. En waarom zou je niet met je club of je trainingsgroep 2 weken lang in een of andere kampeerboerderij zitten, even vanuitgaande dat het allemaal weer mag, fietsen meenemen, veel buiten, veel trainingsvormen buiten, elke dag gewoon lekker zwemmen daar met elkaar, goed voor je groepsdynamiek, maar ook zeker goed om je al die dingen waar we nu een beetje op inleven, om daar weer aan te gaan werken. Ik denk dat het ook heel goed helpt om samen een wedstrijd te kiezen waar je naartoe kan werken. Dus waarom zet je niet echt een piketpaaltje voor de maand december? En dan heb je nog een hele lange periode om rustig naartoe op te bouwen. En zeg je, daar ga ik een hele goede piek neerzetten. En daar ga ik voor een mooie doelstelling voor mezelf. Ik denk dat dat motiverend werkt. Ik denk dat het ook helpt om een beetje richting te geven. Voor jezelf als coach, maar ook voor je sporters en ook voor je team. Dus dat. Ik zie nog een kans. En er kwam net weer een vraag binnen over of open water zwemmen ook een optie is. Kom ik zo meteen eventjes op terug. Ik heb eerder al iets gezegd over het onderwerp conditie. En ik maak me erg veel zorgen dat we met name die zwem-specifieke conditie inleveren. Maar tegelijkertijd, als ik een schaatscoach zou zijn en ik zou dit gaan vertellen, ja, dan zou mijn, in deze fase van het seizoen, dan zou mijn eerste opmerking zijn van, nou, ik heb gewoon een heerlijk programma gecreëerd. Normaal doen wij onze zomertraining op Tenerife of ergens in de zon. Ja, dat kan nu niet, maar dat doen we gewoon lekker thuis. Fietsen, lopen, allerlei krachtvormen die dadelijk mij gaan helpen om die bochtentechniek goed door te komen. En daar zie je ook allemaal leuke filmpjes van als je daar op Instagram of op internet een beetje naar zoekt. Dus die maakt zich helemaal geen zorgen dat ze even 6 of 8 weken niet op het ijs staan. Waarom doen wij dat dan wel als zwemmers zijnde? Dat is een vraag waar ik nu nog geen antwoord op heb. Dat zal in de toekomst ook wel een beetje moeten blijken. Maar het zal me niks verbazen dat als we van deze periode leren, dat we ook op een andere manier onszelf kunnen gaan voorbereiden op het zwemmen en op prestaties. Je kan allerlei andere vormen van sport doen om te werken aan je conditie. En je hart- en longsysteem kan je op allerlei vormen trainen. Daarvoor hoef je echt niet specifiek in het water te liggen.
En dus ik denk als we dat met z'n allen nu een beetje bijhouden, als sporter zijnde, ja, dan kan je dadelijk, als je die algemene fitheid goed op peil houdt, dan kan je heel snel de stap terugmaken. Tegelijkertijd kan je ook afvragen, ja, wat leren we eigenlijk van tegenslagen? Ik las toevallig vandaag ergens online een stukje van mijn triathlon collega Jordi Meulendijk. En die had het erover, ja, weet je, als iemand een keer een schouder uit de kom heeft, dan kan hij ook 6 weken lang niet zwemmen. Ja, moeten we, en dan maken we ons ook geen zorgen dat die sporter het zwemmen verleert. En dus ik denk dat we met elkaar ook niet te krampachtig moeten doen dat we nu niet kunnen zwemmen. Ja, het is vervelend. En ja, ik denk dat een klein beetje zwemmen beter helpt om de boel op orde te houden dan niet zwemmen. Maar tegelijkertijd kunnen we ook heel erg aan onze conditie werken op andere manieren. Alleen niet de zwemspecifieke conditie. Tegelijkertijd, als je dit onderwerp over dit onderwerp denkt, kan je ook nadenken, wat zijn dan alternatieven om te kunnen zwemmen? Nou, er werd net al gevraagd over het opblaasbadje. Ik heb een paar supporters die hebben een buitenbadje gevonden, waar ze zelf gewoon aan een elastiek in een wetsuit kunnen trainen. Nou, dat lijkt me, dat doen ze een keer of twee per week om het toch een klein beetje te onderhouden. Ja, en dan kom ik ook op het zwemmen in open water. Ja, ik ben daar een hele grote fan van. Ik vind open water zwemmen een geweldig mooie sport. We hebben daar ook een zeer rijke cultuur en geschiedenis in Nederland. En misschien gaat dit uiteindelijk ons ook wel een paar extra open waterzwemmers opleveren. Maar tegelijkertijd doe ik ook een hele dringende oproep aan jullie. Denk aan de veiligheid. Het water is nog hartstikke koud op dit moment. En als je de richtlijnen van de KNSB volgt, dan dat zegt ook dat je onder de 15 graden niet buiten moet zwemmen. Van de FINA is het zelfs onder de 16 graden. Ik zou altijd adviseren, draag een wetsuit. Gebruik een safe swimmer, dat is die oranje boei die je zeg maar daar ook ziet. Ga nooit in je eentje, je mag ook niet in een grote groep, maar je kan misschien wel met z'n tweeën. Maar ik zou ook zeggen, wacht nog even een maandje tot de watertemperatuur ietsje is opgewarmd. Ja, en kijk dan ook zeker online op de KNSB website naar wat we daarover gaan roepen, over veiligheid, kwaliteit van zwemwater, al dat soort dingen, super belangrijk. Dat kan je niet, daar moet je niet, je niet in vergissen. Open water zwemmen brengt een risico met zich mee, dus doe het veilig als je het gaat doen en wacht nog eventjes tot het een klein beetje warmer is. Maar zeker een goed alternatief om dadelijk te gaan trainen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dadelijk, als je met je team ergens deze zomer weer lekker aan de slag kan, ja, pak een kampeerboerderij en ga ook 1 of 2 keer met je groep lekker het open water in en maak een lange duurtocht, bij wijze van spreken. Het zijn superleuke dingen. Ook veel mensen, ook dingen die mensen nog niet vaak eerder hebben gedaan. Maar het brengt je team wel bij elkaar. En het helpt je om uiteindelijk je conditie weer lekker terug op, met name je zwemspecifieke conditie weer terug op dat niveau te krijgen. Goed, ik zie nog een kans. En dit wordt wat individueler. Het gaat over verbeterpunten. Je kan nu heel erg bezig zijn met de dingen die je niet kunt doen. En dat als probleem definiëren. Maar je kan veel beter zien, nou, maar welke kansen heb ik wel? Er zijn veel dingen waar je nu wel mee bezig kunt zijn. Eerder vertelde ik ook al dat ik me een beetje zorgen maakte over kracht. En het verlies van kracht voor de sporters. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat er heel veel alternatieven zijn online voor krachtvormen. En vaak is dat in de high intensity vorm, HIIT training. Mijn sporters doen dat ook. Die doen 2 tot 3 keer in de week dat soort krachtvormen. Daarnaast zijn ze ook allemaal heel creatief. Een aantal hebben wat haltertjes her en der tevoorschijn getoverd. Je kan met plastic tassen en zand erin kan je een soort gewicht maken. Of een jerrycan met zand of water erin. Dus
je wordt ook lekker creatief. En daarmee doen ze allerlei krachtvormen. Dat kan niet op dezelfde manier als dat we dat in de krachttrainingsruimte doen. Hè, want daar kan je veel hoger in gewicht, dus veel specifieker werken. En maar het algemene stukje kan je zeker goed bijhouden op dit moment. En ik heb ook gebruik ook om de zwakte goed te gaan verbeteren. Ik heb één sporter waar we al een tijdje mee bezig zijn om het bovenlichaam wat sterker te maken. En nou ja, in plaats van dat we dat daar nu een beetje bij de pakken neer gaan zitten, omdat dat niet kan, heb ik in overleg met onze krachttrainer echt een specifiek programmaatje om zijn bovenlichaam sterker te maken. En daar is hij nu 4 weken mee aan de slag. En hij geeft ook aan van, ja, ik word ook echt sterker. Dus als deze jongen het water ingaat, heeft hij daar in ieder geval meer bagage. En dan al die dingen die we in de normale trainingsperiode misschien net niet... net niet genoeg tijd hebben om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Kunnen we nu wel doen. Kunnen we nu wel doen. Hebben we de tijd voor. Je kan ook aan allerlei andere zaken als mobiliteit, flexibiliteit en stabiliteit gaan werken. Kortom, daag je sporters uit. En ze weten vaak zelf heel goed waar hun verbeterpunten liggen. Om daar... daarmee aan de slag te gaan. En ik weet het, ik zit in een hele luxe positie als coach zijnde, dat als ik vind dat iemand op het gebied van kracht wat moet ontwikkelen, dat ik onze krachttrainer kan inschakelen. Maar tegelijkertijd, als ik dat niet zou hebben, zou ik dat op een andere manier bedenken. Dus het ontslaat je niet van de kans of van de mogelijkheid om je sporter te helpen. En dan laat ze ook zelf wel creatief zijn. Ik heb ook een aantal sporters die zelf met allerlei geweldige oplossingen komen. Eén sporter die zegt, ja, ik heb nu eindelijk eens tijd om ook mijn school flink op te pakken. Nou, daar heb ik helemaal niks aan gedaan. Dat komt echt vanuit hunzelf. En daarmee creëren ze ruimte voor als ze dadelijk ook weer echt, ook weer echt aan de slag kunnen. Dat ze stappen kunnen maken, want dan hebben ze meer tijd om te zwemmen. Er zijn nog een paar vragen binnengekomen. Eentje ging over het open water zwemmen. En de vraag is, heeft het gebruik van een wetsuit ook gevolgen voor zwemtechniek? Zeker. Je ligt sowieso wat anders in het water. Dus dan is het aangrijpingspunt op je lichaam is een beetje anders. Het tweede is dat je... afhankelijk ook een beetje van het wetsuit en de dikte van het wetsuit, ben je ietsje meer belemmerd in je bewegelijkheid. Dus in je flexibiliteit, in je mobiliteit. Dus dat zal ook een beetje invloed hebben op je techniek. Ik merk zelf dat als ik in een wetsuit zwem, dat mijn watergevoel ook een beetje verandert. Dus ja, het heeft gevolgen voor je zwemtechniek. Maar tegelijkertijd, als jij je training, als jij een normale training begint in het zwembad en je zwemt 1,5 uur later, dan ziet je techniek na 1,5 uur ook echt er anders uit dan aan het begin. Dus zwemtechniek is ook iets waar je gewoon altijd een beetje aandacht aan moet besteden, ook onder vermoeidheid. En ook als je ander materiaal aan hebt, als jij bijvoorbeeld... armen zwemt met een plank of een drijver tussen je benen, zal er ook iets veranderen in je lichaam. Betekent niet dat je niet nog steeds bezig kan zijn met een mooie, stabiele ligging, een mooie lange slag, goede slaglengte, goed zetten. En dat zijn allemaal algemene vaardigheden die je eigenlijk prima kunt oefenen, ook met een wetsuit aan. En je moet er even aan wennen. Nogmaals, wachten nog eventjes met erin gaan tot het ietsje warmer is. Er is nog een vraag binnengekomen. In hoeverre kan en mag je van een club verwachten om een teamploeg bij elkaar te roepen via de kanalen die ik eerder heb genoemd? Ja, dat is echt wel een beetje aan jezelf. Maar ja, mensen zitten niet voor niks bij een club. Hè. Ze vinden het leuk om bij een groep te horen. Excuus. Ze vinden het leuk om bij een groep te horen. Ja, daar zijn ze vaak al heel lang lid van. Dus ja, ik vind eigenlijk wel dat wel een beetje mag verwachten dat je dat ook doet. En zoveel tijd kost het ook niet om dat te doen. En je groep wordt er echt sterker van. Hè? Als je nu goed investeert in je team, al is het maar om de 2 weken een half uurtje.
ja, dan blijft die groep ook bij elkaar. Misschien hou je je leden dan ook beter vast. Ook dat is gunstig voor je contributieinkomsten. Ja, dus ja, ik vind echt dat we dat met z'n allen moeten doen. We moeten investeren om datgene wat we hebben opgebouwd bij elkaar te houden met elkaar. Daar mogen we ook wel een beetje voor vechten. En normaal sta je misschien 's avonds aan de badrand om een training te geven. Ja, dat is nu allemaal even weggevallen. Misschien kan je die tijd gebruiken om toch eens in de twee weken je team een keer bij elkaar te roepen. Of delegeer het aan iemand anders. Doe het één keer zelf en dan misschien laat je het de volgende keer iemand van de zwemcommissie een keertje doen om die sporters bij elkaar te brengen. Ja, wees creatief daarin. Goed, ik zie nog één kans. Ik heb er 5 benoemd. Ontwikkel jezelf. En ik moet dat natuurlijk op mezelf ook even betrekken. Want ik heb een paar lastige weken achter de rug. Ik vond het heel moeilijk om een nieuwe balans te vinden. Van een leven waarbij je 60, 70, 80 uur soms wel bezig bent met je werk. Naar een week waarin je eigenlijk, ja, voor mijn gevoel, bijna permanente vorm van weekend hebt. Natuurlijk zijn er allerlei werkdingen, maar ik merk dat het tempo veel lager ligt, dat je veel minder effectief bent. Nou ja, dit is ook een mooie kans om. Ik heb lang moeten nadenken van hoe vind ik daar een weg in. En op een gegeven moment ben ik eens begonnen om eens te kijken naar wat ik de afgelopen paar jaar als coach allemaal heb gedaan. En ik ben eens gaan duiken in mijn trainingssets, hoe ik mijn seizoenen heb opgebouwd. En het was super, super leerzaam. En dat, ja, dan kom je ook weer tot vragen. Nou, vervolgens ben ik daar eens online een beetje mee gaan googlen. Nou ja, en dan kom je op allerlei collega's van andere sporten die ook tegen dingen aanlopen. Dus op die manier ontstaat het toch, vind ik, een hele mooie lerende omgeving en een kans dat ik deze tijd een beetje, nou ja, ook mezelf wat ontwikkel. Dus zeker als coach pak deze tijd ook en als kans om jezelf een beetje te ontwikkelen. Goed, ik ben bijna kleine 40 minuten aan het woord geweest. Als er vragen zijn, dan heb ik daar nu nog alle tijd voor. Het mag ook over andere onderwerpen zijn. Het hoeft niet per se hiermee te maken te hebben. Is er iets wat je altijd al hebt willen vragen? En er is nu ook de kans voor. Ik heb bewust een beetje algemeen gehouden. Ook hoe ik tegen deze situatie aankijk. Jullie een klein beetje inzicht proberen te geven in de dingen waar ik nu mee bezig ben. En waarvan ik ook denk dat we allemaal mee aan de slag kunnen. Om met elkaar het Nederlands zwemmen een beetje beter te maken. En wat we nu gaan investeren, dat levert dadelijk, als we met z'n allen weer volop er tegenaan kunnen, levert dat een mooie toekomst op. Je kan bij de pakken neer gaan zitten en langzaam uit je handen laten glippen alles wat je hebt opgebouwd. Of je kan juist kansen gaan creëren en die kansen pakken en je voorbereiden op een hele mooie toekomst. Goed. Er komen op dit moment geen vragen binnen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Er komt toch nog een vraag binnen. Wat vind je na zwemmen de allermooiste sport? Goeie vraag. Ik vind eigenlijk, ik kan van heel veel dingen genieten. Ik geniet vooral van hoe mensen, zeg maar, boven zichzelf uitstijgen. En dat kan van alles zijn. Ik vind het enorm fascinerend om naar de autosport te kijken. Ook omdat daar, ja, de belangen zijn zo ontzettend groot. En de verschillen tussen die teams zijn zo groot. Maar ze zijn toch week in week uit met elkaar in gevecht. Ik vind ook heel mooi, bijvoorbeeld de paardensport vind ik super. Omdat je daar als sporter zelf van een dier afhankelijk bent. Dat vind ik echt bizar om daarover na te denken. Vind ik echt heel mooi om te zien. Een hele andere tak van sport is het basketbal. Vind ik ontzettend mooi. En dan met name het Amerikaanse college basketbal.
Want daar, ja, ik vind het gewoon heel mooi dat je daar. Ik heb zelf een aantal jaar in Amerika gewoond als zwem en daar gezwommen en gestudeerd. En daar ben ik een beetje met het basketbalvirus besmet geraakt. En ik vind het college basketbal vooral mooi omdat je daar teams ziet die nou ja, volledig alle kansen grijpen. En als underdog tegen een hele grote team, een heel groot team, toch de wedstrijd weten te winnen. Omdat ze zich als team verenigen en boven zichzelf uitstijgen. Dat vind ik super mooi om te zien. Goed, ik ga het zo beëindigen. Fijne avond allemaal. En als er nog vragen binnenkomen hierna, dat kan altijd. Stuur ze op. En dan neem ik later deze week even de tijd om daar uitgebreid op terug te komen. Hey, tot ziens.